Welkom allemaal. Wij gaan weer verder met Bijbellezen. Jurk is er helemaal klaar voor. Michael zit er klaar voor. En ik ook. En ik zit in Arnhem. Jurk die zit in België. En Michael in Duitsland. En we doen het ook in drie talen. Dat wil zeggen dat Jurk, omdat hij het dichtst in de buurt zit van Brussel en de NATO, die doet het Engels. Dag Jurk, hoe is het met jou? Ja, dag Perry. Fijn om je terug te horen en terug met jou samen te zijn om nog een keer een opname in de Bijbelstudie te doen. Mm-hmm. Ook met Michael daarbij. Het is altijd schoon als drie in de naam van Jezus verzameld zijn. Want daar heeft hij gezegd, in hun midst zal hij zijn. Dat is wat wij noemen Ecclesia. Dat is wat wij noemen kerkgemeenschap. Ja, daarvoor hoeven we geen groot gebouw te hebben met een spits dak. En met afbeeldingen en alles erop en eraan en erin. Maar gewoon een meeting, in dit geval of een ontmoeting, zelfs al is het maar een virtuele ontmoeting. En dat heeft niks te doen met corona-afstandsmaatregelen. Dat heeft gewoon daarmee te doen omwille van dat we niet elke week kunnen gaan samenkomen ergens. Alhoewel, dat zou ook eens een keer leuk zijn, want zo ver wonen we ja niet uit elkaar. Nee. Dat zal er misschien ook ooit nog eens een keer van komen. In elk geval, wij gaan vandaag verder in Genesis chapter 11, also Genesis Eerste Boek Mose, kapitel 11, vers 27. Mm-hmm. Maar ondertussen willen we natuurlijk erstmal een keer heel hartig, of heel hartvol, of hoe zeg je dat, heel volhartig onze broer Michael uit Duitsland begroeten. Hallo Michael. Guten Abend. Hallo. Hallo. Ich kann perfekt Deutsch sprechen, also zumindest ein paar Sätze Deutsch kann ich. Ah. Maar ik heb een beetje problemen met de Nederlands. Ik kan het goed verstaan, maar ik kan het niet zo goed praten. Ik heb het nooit geleerd en ik ben het een beetje aan het oefenen. Maar twee keer per maand is niet zo veel. Nee. So. Goedenavond. Maar in elk geval is het nog meer dan niks. Dus. Ja, dat is misschien meer dan die gewone Duitse kan. Ah, ja. En daarbij, ja, voor de... Ik weet niet, nee, in België is dat denk ik ook zo. Maar in Nederland en in België dus, daar verstaat men in de regel heel behoorlijk Duits. Ja, in België is Duits zelfs nog een officiële taal. Ja, daar dacht ik dus aan. België heeft drie officiële talen. Ja. Het Frans, het Nederlands en het Duits. Ja. Mm-hmm. Interessant is... Als je een keer over nadenkt dat iedereen in België twee van de drie landstalen zou spreken, dan kon iedereen met iedereen perfect communiceren. Ja. Maar het probleem is dat de Franstaligen zo dikke nekken zijn, dat die van iedereen vragen dat zij Frans gaan spreken. Ja. En dan komt er nog mee bij, dat is iets wat ik heb nooit niet goed verstaan, de Vlamingen die laten zich zo op hun kop gaan trappelen, want er zijn 6,5 miljoen Vlamingen en 3,5 miljoen Franstaligen. En die Franstaligen overheersen de Vlamingen gelijk de paus de koningen van de aarde overheerst. Ja. Ongelooflijk. Maar ja, moeten ze zelf weten, de kiekes. Ja, dat is nog wat. Het is echt heel lastig geweest, denk ik altijd al. Voor die regio. En het Frans, dat is een... Ja, in Duits zitten ook wel wat Latijnse invloeden, maar Frans is Latijns. De moderne gefratse frots met le en la. Ja, België is ja ook een kunstmatige staat. Hè? België is eruit gehaald uit Nederland en uit Frankrijk. Hè? En ze hebben daar gewoon een deel van uitgehaald en hebben dat gemixt en zeggen van hier is nu België. Hè? Ja. Een soort gedwongen samenleven. Ja, en omdat de Belgen in de tijd zelfs geen eigen koning hadden, hebben ze maar één uit Duitsland geïmporteerd. Is dat ook nog zo? Ja, koning Leopold de Eerste, die koning van de Belgen in 1831, is uit Duitsland geïmporteerd met zijn complete familie. Oh. Dat is een Duits koningshuis hier in de basis. Ja, ja. Oh. Goh, dat hebben wij. Nee, dat hebben wij niet echt. Wij hebben, want Oranje, dat komt uit de dag zelfs uit Frankrijk. Ja. Dat houden ze voor. Het zuiden van Frankrijk, hè? Orange, hè? Ja, ja. De streek in de Côte d'Ironne, mm-hmm. Daar komt dat vandaan. En jullie hebben dan zelfs al eens een keer een koning aan Engeland afgestaan, hè? In de eind van de 17e eeuw. Ja. Willem de Zwijger. Was Willem de Zwijger en ook nog de koning van Engeland?
Er war getraut mit Queen Mary. Und die Mary, die wollte selbst Hartkoningenplatz nie haben und hat haben Mann nicht regieren übergelassen. Und das war das Willem von Oranje. Aha. Willem of Orange und volgens mir ist er Willem des Zweigen. 1600 in de jaren 90, 1692 of zo, was dat? 1692. In die tijd, ja. Dat was juist een paar jaar na de revocatie van het edict van Nantes in Frankrijk. Mm-hmm. Dus... Ja, ik dacht dat Willem de Zwijger vermoord was aan het einde van de 16e eeuw. Ja, het zou kunnen. Ik wil me dan niet vastleggen. Ik weet alleen maar dat de zogenoemde William of Orange... De echtgenoot was van Queen Mary in Engeland, eind van de 17e eeuw. En die in feite de regering van Engeland gedaan heeft. En die is uit Nederland overgekomen. Ja, dus. Ja, dat verhaal ken ik. Ja, ik heb nu het ook niet tot in detail gestudeerd. Hè. Maar het is gewoon ergens is een keer interessant om te zien wie waar wat doet. Maar ik bedoel, de koningen van Engeland hebben ook heel vaak over Frankrijk geregeerd. Hè. Of over delen van Frankrijk. Hè. Okay. Frankrijk bestond ja toen ook niet. Hè. Dat was Bourgondië. Ja, dat was één deel, hè, Burgund, Burgundy. Mm-hmm. Dat was één deel van Frankrijk, maar Frankrijk zelf bestaat ja ook nog niet zo lang in dat opzicht. Dus, nou ja, zwart. We willen hier vandaag een geschiedenisles doen, maar dus niet over de middeleeuwen en de landsgrenzen van Europa. Maar we willen terug naar Genesis gaan. We willen verder gaan, wat is er gebeurd na de toren van Babel, als gevallen was. Mm-hmm. Wat begon er toen met bepaalde families? En daarom hebben wij hier in Genesis 27... lesen wir in feite über die Verteilung von den Menschen, als der Toren gefallen war. Mm-hmm. Und wir lesen dus darüber, von wie die Familien dann in die Erde gegangen sind. In Vers 27 lesen wir in der König James: Now these are the generations of Terah. Terah begat Abram, Nahor and Haran, and Haran begat Lot. And Haran died before his father Terah in the land of his nativity in Ur of the Chaldees. Ich soll hierbei erstmal nicht gelaten, weil ich habe da eine kleine Abmerkung über und dann soll ich das fragen, ob Perry nu ist nicht heute Datenverteilung derselbe Verse gerade übernehmen. Yes. En deze zijn de geboorten van Terah. En Terah gewon Abram, Nahor en Haran. En Haran gewon Lot. En Haran stierf voor het aangezicht zijns vaders Terah in het land zijner geboorte in Ur, der Chaldeeën. Nou, Michael erachteraan? Ja, en dies is die geschichte Terahs. Terah zeugte den Abram, den Nahor und den Haran. Haran aber zeugte den Lot. En Haran starb von seinem vater Terah im land seiner geburt, in Ur, in Chaldeeën. Vor seinem Vater, nicht von seinem Vater. Aber was ich das belangrijk finde, ist, dass wir lesen in Vers 28, dass Haran, das ist der Sohn, gestorben ist vor seinem Vater. Und ich sage das gewohnt, ob ich da ein bisschen jetzt über will sagen, omdat das ungefähr das Erste ist, was ein Ouder kann overkomen, dass sein Kind vor ihm sterft. Ja. Und ich denke, dass iedereen, die zelf kinderen heeft, sich da heel gut mee kan inleven. Jij hebt een eigen dochter. Mm-hmm. Ich habe einen eigenen Sohn und Michael hat so jetzt auch eine Stieftochter, vor die ihm auch sehr viel fühlt und sehr lange mit zusammen ist. Mm-hmm. Und ich denke, dass wir alle mal damit können inkommen, was das für uns soll bedeuten, als unsere Kinder vor uns den Tod sollten ingehen, nicht wahr? Ja, das ist nicht akkord na der Natur. Hm? Nee. Das ist was sehr Besonderes und ich denke, dass das eine Situation ist, die ist auch heel veel harder voor de vrouwen, voor de moeders, dan voor de vader nog. Want die vrouw die heeft dat kind op de wereld geboren. Mm-hmm. En ik denk dat is ook een heel groot verschil. Want ik denk dat ik ben... Als je een moeder bent, dan heb je een heel bijzondere relatie naar jouw kind. Mm-hmm. Auf ihre Kinder. Als je Vater heb je auch eine spezielle Relatie, aber ich denke, die Relatie von Mutter zu einem Kind ist so besonders, das ist nicht vergleichbar mit iets anderem. So, mm-hmm. Das denke ich, das ist auch ein
heel bedrückend Situatie. Ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht, was ich da noch zufügen soll. Das Ihr ruft ja nicht so ein Tute Vogel. Mein Punkt, was eigentlich gewohnt hat, auch vor Elke Vater, er ist, dass sein Sohn auf seine Tochter vor ihm selbst stirbt. Ja. Und was dir mit die Relation bedeutet zwischen Mutter und Kind, dass die hechter ist als die zwischen Vater und Kind, da bin ich helemaal nicht mehr akkord. Da bin ich helemaal nicht mehr akkord. Allein auf Basis von meiner eigenen Erfahrung. Ich war in het Engels, om het Engelse Wort een keer te noemen, devastated op den Augenblick, als mijn Frau bei mij wegging en mijn Sohn meegenomen heeft. Want tot op dat Augenblick, mijn Sohn was toen 12, was mijn Sohn elke Dag van zijn Leben bei mij. En zij heeft hem gewoon uit mijn Hart en uit mijn Besit gereten, eruit gehaald. Ja, maar dat is een persoonlijke Situatie. Ik denk dat het gewoon zo is dat in een. In eine gute Familie mit einer guten Mutter in der jüngsten Relatie, da ist das so, dass das Kind, also das klein ist, eine sehr spezielle Relatie mit der Mutter hat. Das ist meine Erfahrung. Das sehe ich auch mit meiner Stieftochter da. Mhm. Ja, das ist was sehr Besonderes. Ne? Sie ist ja, sie hat keine gute Relation nach ihrem Vater, aber die Mutter ist alles für sie. Ne? Die ist so speziell, weil die haben so in intime Relation. Und das sehe ich sehr offen. Wenn ich habe so viel zu tun in verschiedenen Jahren mit sehr kleinen Kindern, die auch die Freundinnen waren von meiner Tochter. Und da ist auch Mutter, als sie dann eine Tochter ist, die hat eine sehr enge Relation nach der Mutter. Nicht so nach dem Vater, aber die Mutter ist der belangreichste Mensch in der ganzen Welt. Das soll nichts an zu tun, persönliche Erfahrung, Jörg. Aber ich denke, dass das eine sehr spezielle Relation von einer gewohnten und gesunden Frau ist, dass als ein Kind aus Haar geboren wird, dass ihr da eine sehr spezielle Relation habt, die ihr nie habt, als ihr ein Vater bent. Das ist eine sehr spezielle Relation und ich denke nicht, dass wir uns vorstellen können, wie das ist, ob das Moment, als da ein Kind aus ihr Bauch kommt. Ja? Mhm. Ja, das können wir uns sicher nicht vorstellen. Man, an anderen Kant sehe ich doch in der Bibel wer geschrieben, dass alltid allein mal der Lein von dem Mann belangreich ist. Ja? Die Frauen spielen eine untergeordnete Rolle in der Bibel. In der Absicht, dass sowohl die Wessels sein, die Kinder zur Welt bringen, aber wird alltid gesprochen, gleich hier in Vers 27 auch, Terah heeft Abraham, Nahor und Haran geboren. Ja? Terah ist ein Mann, die heeft das nicht selbst geboren. Ja? Dus es geht darüber, von, dass es sein Linie, die darin fortgeht. Und als die Relation zwischen einer Frau und einem Kind tiefer ist als die zwischen einem Mann und einem Kind, dann ist das die Schuld von dem Mann, die sich nicht genug um das Kind bekümmert, die dann nicht alt ist für das Kind. Was wir in dieser Maatschappij, die wir von Tag zu Tag haben, vaak haben, umwille von dass die Männer gehen werken und ihre Karriere achteran lopen und die Familie teus laten. Und natürlich, als ihr eigenes Kind mal 2-3 Uhr per Tag sieht, hochuit, könnt ihr da nicht so ein Band mehr aufbauen, gleich, dass die Frau das kann, die müssen 7 oder 8 Uhr per Tag mit dem Kind durchbringt, oder müssen selbst noch mehr. Das ist eigentlich logisch. Ja, und in unserer gewohnten Umgebung, da ist das so, dass die Mann gehen auf Berg, und die Frau, die ist teus, und die ist 24 Uhr, die ist elke Uhr mit dem Kind bezig. Die Frauen gehen auch werken und Kinder sind in den Kindergarten, in Kita. Das ist nicht dasselbe. Als das Kind sehr klein ist, da formen wir die Relation nach dem Kind. Als das Kind sehr klein ist und ob die ersten Monate und Jahre tot das Kind in den Kindergarten muss, da ist die Mutter teus, gewohnt teus und der Vater geht auf Berg. Das ist gewohnt so. Hier in Belgien ist er mit 2,5 Jahren, Bruder. Ja. Ja, und das ist nicht viel von einem speziellen Band. Hilft das Kind ein sehr spezielle Relation. Ich habe das auch gehabt. Mein Vater war auf Werk
und die war laut Deutsch, die war des Morgens um 8 Uhr beuten und kam abends um 8 Uhr nach Haus, und dus ich habe eine sehr spezielle Relation nach meiner Mutter, aber ich habe nicht so spezielle Relation nach meinem Vater. Die habe ich dann gehabt, als er alt war und sick wurde. Und dus, dann ja, aber als ich klein war, da war mein Pap. Aber das war gewoon mein Pap. Wa ist Mami? Want meine Mutter war altijd Deutsch. Und das spreche ich nicht von einer persönlichen Situation, aber ich spreche von einer gewohnten Situation in der 21. Eeuw. Mhm. Ja? Das ist das Verschil. Ja, wie das, ob die Teile was in Babel und in dem Alten Testament und so jetzt, als die Kinder abruhen mit Teus und er hilft eine sehr große Familie und so. Das ist, ich denke, das ist was sehr, sehr Verschillendes, als ihr das vergleicht nach unserer modernen Zeit. Ja, ich denke, das kann ihr nicht so vergleichen, aber es ist jammer, dass ihr so viel und hart Mut werke gewohnt und dass ihr als Vater nicht die Zeit heeft, so viel mit den Kindern zu tun. Ja, das finde ich auch sehr jammer. Ja. Und ich finde es auch sehr jammer, dass viele Frauen auf Werk gehen, müssen nach Werk gehen. Und dass der Kindergarten und die Schule und das, die die Kinder heeft. Ja, das ist nicht die jüngste Manier, aber das ist nur keine Diskussion über die moderne Situation. Aber ich denke, dass ob in dieser Welt, da ist die Mutter halt das Belangreichste. Als das Kind ein bisschen klein ist, als das Kind abgerührt ist und vielleicht in der Pubertät ist, auch so ist, da ist das was sehr Verschillendes. Ich denke, das kann man nicht vergleichen. Ja? Aber als das Kind klein ist, da ist altijd de moeder die gewone belangrijkste persoon, denk ik. Het was nu ook niet mijn idee om over dit punt een discussie te starten, want daar kun je over bezig blijven als je dat wilt. En daar heb je altijd verschillende meningen en standpunten over. Maar wat ik dus wel eventjes naar voren wil brengen en waar jullie alle twee met mij akkoord gaan, denk ik, is dat het gewoon voor een vader erg is als zijn kind op voorhand sterft. En hier is Haran voor Tera gestorven. En dat is dus altijd erg. En dat maakt niet uit of dat een vader of moeder is. Dat is voor elk ouder erg als zijn kind voor hem sterft. Mm-hmm. Ja, daar ben ik het mee eens. Dat was in feite die punt die ik wilde maken. Over al die andere dingen, ja, daar kun je over blijven discussiëren. Daar komt ook heel veel persoonlijke ervaring mee bij. En de ene heeft het zo ervaren, de andere zo. Dus daar wil ik ook helemaal niet over gaan spreken, want tenslotte willen we in Genesis kapitel 11 verder gaan. Maar dat was gewoon om eventjes eruit te stellen dat dat een zeer naar gevoel is natuurlijk, als je zoiets voor hebt. En wat ook nog belangrijk is, dat we hier gaan lezen, dat dus Haran de vader van Lot was. Mm-hmm. En dus sowohl Haran, die der Vater von Lot war, als auch Abraham waren allebei Kinder von Terah. Das will sagen, Abraham ist der Ohm von Lot. Das ist belangreich, und weil wir ja mit Abraham und Lot noch ein bisschen weiter gehen in diese Bibelstudie, und dass wir dann wissen, in welche Familienrelation die total Karstan ist. Das ist auch nicht unbelangreich, um wissen. Ja? Darum will ich eben das bei diesen zwei Versen bleiben stehen. En als dat voor jullie akkoord is, dan zal ik graag met vers 29 verder lezen. Heel graag, ja. And Abram and Nahor took them wives. The name of Abram's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife, Milcah, and the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah. But Sarai was barren. She had no child. And Terah took Abram, his son, and Lot, the son of Haran, his son's son, and Sarai, his daughter-in-law, his son Abram's wife, and they went forth with them from Ur of the Chaldees to go into the land of Canaan. And they came unto Haran and dwelt there.
and the days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. Yep. En Abraham en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrahams huisvrouw was Sarai, en de naam van Nahors huisvrouw was Milka, een dochter van Haran, vader van Milka en vader van Jiska. En Sarai was onvruchtbaar, zij had geen kind. En Tera nam Abraham, zijn zoon en Lot, Harans zoon, zijn zoons zoon, en Sarai, zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abraham. En zij togen met hen uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan. En ze kwamen tot Haran en woonden al daar. En de dagen van Tera waren 205 jaren en Tera stierf te Haran. Dan op zijn Duits. Abraham aber und Nahor nahmen sich Frauen. Abrahams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka, eine Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Jiska. Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und Terach nahm seinen Sohn Abraham, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohns Abraham, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre und Terach starb in Haran. Nun, ich weiß nicht, wie es mit Juli sitzt, aber ich persönlich habe zwei Dinge, die ich hier eben finde, die interessant sind, um darüber nachzudenken. Und das ist nämlich, dass wir einerseits lesen, dass Sarai Bären was, das unfruchtbar was, und da kommen wir later noch auf das sprechen, das ist nicht so belangrijk. Aber dass sie das von dem Land hier weggehen, mit heel Familie, und dass in diesem Fall hier Terra maar 205 jaar oud werd. Daar zien we weer hoe dat die mensen na de vloed zoveel minder oud geworden zijn. We weten nog, Noah heeft nog geleefd meer dan 600 jaar. Hè? Ja. Ja. Want in het 600ste jaar van zijn leeftijd begon de vloed ergens, hè? Dacht ik, als ik me dat juist herinner. Hm. En daarna zien we altijd maar die mensen minder en minder en minder oud worden. En hier in Utera wordt maar juist 205 jaar oud. Ik bedoel, vandaag de dag zouden in de lucht springen als je 205 jaar mag worden. Ik persoonlijk niet, maar vele mensen wel. Ja. Maar vandaag is dat dus utopie om zo lang te kunnen gaan leven. Maar in de tijd, ja, dat was altijd maar minder en minder en minder. Vandaar vind ik ook heel belangrijk, dat wil ik een keer even blijven staan, dat die mensen dus in het begin heel oud werden, zoals we voor de vloed gelezen hebben en na de vloed lezen, hoe dat ze oud zouden dan nog werden, maar dat ze dus altijd minder en minder oud werden en worden, waren tegen onze evolutietheorie, waar zoveel mensen aan vasthouden, juist het tegendeel leert. Mensen zijn vroeg gestorven en vandaag de dag worden ze altijd maar ouder en ouder en ouder. En dat is absoluut niet waar. Door het gehele geschiedenis heen. Dat is absoluut niet waar. Er waren ook 1000, 2000 jaar geleden mensen die 100 jaar oud werden. Ja? Mm-hmm. Of in de buurt daarvan kwamen. Dat eventjes een keer hiervan te zeggen. Ja, ik heb ook een opmerking. En Nahors. Oh ja, ik moet nu de Engelse tekst nemen. Ja, ik wil de Duitse ook pakken. Ja, and the name of Nahor's wife, Milka. Ik heb dat opgekeken in de Esod en Milka. Die naam Milka, dat is de bedoeling Queen. Dat vond ik heel interessant. Dat heißt Hebrews 4:4-6, Queen Milka, the name of a Hebrew and of an Israelite, Milka. Ja, maar de naam bedoelt Queen. Oh, okay. Ik dacht, oké, daar moet ik een beetje kijken in de toekomst of dat misschien op deze vrouw een belangrijke rol speelt. Dat was zo mijn eerste idee. Ja. Ja, interessante punt. Dat zullen we zien als we verder lezen. Hè? Want Milka komt er zeker nog een keer in voor, veronderstel ik. Ja. Hè?
Ja, die waren so spannend. Ja, und auch der Punkt, dass sie nach Kanaan zu gehen, aber dann bleiben sie in Haran, ne? Gehen ja. zu Haran und dwelt da. Dann bleiben sie in Haran, dus die haben nicht, die sind nicht nach Kanaan gegangen. Und ich weet nicht warum, aber dat, ich denke, das sollen wir in Genesis 12 misschien lehren. Ja. Okay. Soll ich die dabei gaan pakken? Of heb jij nog wat te zeggen over dit laatste stukje van 11? Jörg? Nee, ich habe da nichts verder over te zeggen. No. Dann gehen wir verder nach Genesis 12, sicher. Ja. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curses thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. Heel interessante drie versen. Ja, klopt. Dat is dus nu aan jullie om verder te gaan. De Heere nu had tot Abraham gezegd, Ga uit uw land en uit uw maagschap. En uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken. En u zegenen en uw naam groot maken. En wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen. En vervloeken die u vervloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Ja. Das ist ein hele Boterhamme, was wir da jetzt gelesen haben. Und das ist darum ein hele Boterhamme, umwille von dat diese Versen, volgens mij, ja. sehr belangrijk sind für das hele Verstaan von der verdere Bijbel. Das ist das hele Buch eigentlich. Ich finde es auch ein bisschen belangrijk, als je diese vergleicht mit Genesis 3,15. Hm? Ja. Ich war eher daran denken an Openbaring Kapitel 18, Vers 4. Ja, okay, das ist ein bisschen eine Zukunft dann. Ne? Ja, okay, das ist eine Zukunft, aber ich war gewohnt an denken über das Gleichnis. Und das in Openbaring Kapitel 18, Vers 4 steht geschrieben, Come out of her, my people, that you be not partakers of her sins, and that you be not, that you will not receive of her plagues. Receive of the plagues, ja. Mm. Yeah, because her iniquities have reached heaven, something like that, in the Koning James. Ja, das komm uit haar eruit, mein Volk, dat je niet deelneemt aan haar, dat je niet deelneemt aan haar zonde. Das 18, Vers 4. 18. Ja. Ich hoorde een 8, maar het was 18. Ja, het is 18 Vers 4. En dus, ja. Ihr habt das hier nun in Skype open, das ist gut. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities. Das, der belangrijke Punkt hierbei ist, okay, das ist das Bild natürlich in der Zukunft, und es geht über etwas, zwischen Anhaltstegen, sage ich, ist mal helemaal anders. Gott ruft sein Volk, ja, my people, sagt er, Er ruft sein Volk ergens uit. Nu, in dit geval, wat we juist aan het lezen zijn in Genesis, is het dat een Abraham, die hij gekozen heeft, eruit roept uit een land waar dat hem leeft. En zegt, ga ergens anders naartoe. Je weet zelfs nog niet waar. Vertrouw mij gewoon maar. Ga daar weg.
En we zullen dan later wel zien dat hij dat ook doet. En in Openbaring, kapitel 18, vers 4, worden dus in feite die mensen angesprochen, om uit de Hure uit Babylon te komen. Nu lesen wir hier, dass sie juist terechtgekommen sind in das Land Kanaan. Und wir wissen doch, was war Kanaan vor Staat? Kanaan staat doch vor ein Land, das heidens ist, ja, als ich es juist vorhab. Mhm. Nicht wahr? Ja. Ja? Dus hij roept hun uit, een heidensland uit, om ergens naartoe te gaan waar God zegt, daar moet je naartoe. In Openbaring stuurt hij de kerk van Jezus, die vrouw, voor 1260 jaar in de wildernis waar hij een plaats voor haar bereid heeft. Mhm. Ik bedoel, dat zijn allemaal ergens voortekenen van dingen die later terugkomen. De Bijbel zegt het zelf, er is niks nieuws onder de zon. Die Dinge herhalen sich allemal. Und die Dinge herhalen sich auch in der Bibel. In das Buch Exploding the Israel Deception kommen auch sehr viele Dinge vor, was wir gerne analysieren, was allemal auf Zupassung was für das Volk von Israel in das Alte Testament an der einen Kant und was für Jesus in das Neue Testament von Zupassung was. Ja. Weil Jesus ist Israel. So als wir Israel sein, als wir in Jesus sein. Ja? Mhm. Das müsste uns ein bisschen fehlen, nur auf dem Boot, um auf dem Boterham zu ganz mehren. Aber ich finde gewohnt, diese Versen, die hierin stehen, dass Gott Abraham aus das Land ausruft, verlaat das Land, verlaat all die Menschen, mit denen ihr bekannt seid. Verlaat sie alle mal. Mhm. Jau habe ich gekozen. Gar aus ihr Vaters Haus. Wie startet geschrieben in Genesis Kapitel 2? Davor soll ein Mann sein Vater und Mutter verlassen, nicht wahr? Mhm. Vor eine Frau. Hä? Gott hat hier mit Abraham iets vor. Darum sprechen wir von dem abrahamischen Geloof. Darum sprechen wir davon, dass Abraham der Vater ist von den Israeliten. Wir sprechen von den Menschen, die kommen von Abraham, Isaac und Jakob. Okay, Isaac und Jakob, die gehen wir alle noch lernen kennen. Aber Abraham liegt an der Basis davon. Jakob hat nicht Israel geworden, hat ihm kein Kleinsohn gewesen von Abraham. Auf Abraham, so als ihm hier nun nennt. Mhm. Das wäre ein Geleignis, was wir straks noch tegengegangen kommen. Auf einem bepaalden Augenblick hat Gott den Namen von Abraham für anderen in Abraham. Mhm. In Genesis 32 verändert Jesus den Namen von Jakob in Israel. Mhm. Sieht ihr das Gleichnis, wo das allemal ergens opslaagt? Das ist das Fantastische an der Bibel. Finde ich persönlich. Mhm. Das ist das, was mich so fasziniert an dem Buch. Wo das hier überall durch Gleichnisse sieht, in andere Buchen, in andere Kapiteln, auf ein heel anderer Zeitstipp von der Geschiedenis. Aber wie das hier das Beweis von Spreke, Genesis Kapitel 12, könnt vergleichen, nicht direkt, aber ihr könnt sagen, von, da ist doch ein Gleichnis in, mit Openbaring Kapitel 18, Vers 4. Ja. Ja, schon, die zie ich, heel duidelijk. Wat weet je toch een hoop van die tekst uit je hoofd, ja? Ja. Ein bisschen was. Ich ja. Kenne belangen nicht so viel von der Bibel, als ich graag so will. Und das ist mein großer Tekortkoming in dit Leben noch altijd. Das gebe ich spätig genug zu. Das muss ich zugeben. Aber der erste Punkt ist gewoon al in Vers 1. Gott sagt gegen Abraham, get out of there. Get out of Dutch. So als Jesus Christus gegen die Israeliten gesagt hat, geh aus Jerusalem weg. Das geht hier allemal op in Flamme. Das wird hier allemal kaputt gedaan. Ja? Und viele, die het begrepen hebben, zijn weggegangen. So als wir ein bisschen later noch tegenkommen, oh, get out of Sodom, get out of Dutch. Ja? Das er sagt hier gegen Abraham, geh da weg, lad je Land, das die Umgebung, weil ihr abgegrüht seid, weil ihr alles kennt, lad das allemal achter u, lad je Vater achter u, kijk nie um, geh durch, vertrau mij. Gehorsam mij. Was Gott hier tut mit Abraham, das ist ein Test von Gehorsamkeit. Darum wird Abraham later auch Gerechtigkeit zugerechnet, um Wille von seinem
Geloof. Want door geloof word je rechtvaardig. Niet door dingen die je doet, niet door werken. En dat zullen we later nog leren ook. Mm-hmm. En hier test God Abraham al. Ja. En hij maakt hem een belofte. Ik zal van jou een grote natie maken. En ik zal je zegenen. En ik zal je naam groot maken. En jij zult een blessing zijn. Een zegen zijn. En ik wil die zegenen die jou zegent. En ik wil hem vervloeken die jou vervloekt. En dat zal in alle families van de aarde zullen jij gezegend zijn. Nu, vers 3, de eerste zin, is van ongelooflijke belangrijkheid vandaag de dagen die wij leven. En kunnen jullie mij zeggen waarom? Nou, omdat God ons zegent als wij Abraham zegenen. Volgens mij staat het hier toch. Ja, als we zijn naam gewoon. Kijk, ik zal het toch. En ik zal zegenen die u zegenen, ja. Dus God zegt dat hij ons zegent als wij Abraham zegenen. En vervloeken degene die Abraham vervloeken. Mm-hmm. Maar waarom is het in onze tijd zo belangrijk, Perry? Juist in die tijd in die wij leven. Ik denk dat zijn heel. Niet zo veel mensen die in dit. Die van. Oh, dat is heel zwaar voor mij in Nederlands. Die van het lijn van Abraham komen. Die ook die rechtvaardigheid van Abraham hebben. En welke mensen zijn vandaag op deze aarde die beweren dat zij uit de lijn van Abraham komen? Dat zijn denk ik de mensen die zichzelf Joods noemen. Dat zijn dus die mensen die sinds 1948 in die staat van Israël leven. Niet waar? Mm-hmm. Maar ook, ja. Ja, ja. Ze wonen nog verdeeld over heel de aarde, ook hier en daar, maar het grootste deel leeft in Israël vandaag. Mm-hmm. Daar kunnen we nu niet over discussiëren, daarvoor werd die staat ja ook opgericht. Ja, natuurlijk. En dus, als je hun niet zegent, dan gaat dus de vloek van God over u komen. Mm-hmm. Dat probleem is, die staat van Israël die daar vandaag de dag bestaat, is niet bijbels. Die Joden die daar vandaag in Israël leven, zijn geen Jezus Christus accepterende en God volgende gelovige Israëlieten of Joden. Mm-hmm. Maar ze zijn heidenen, tot in de diepst van hun hart bij de meesten. Afgevallen. Mm-hmm. Maar in deze wereld bestaat dan zoiets als antisemitisme, mm-hmm. nog een keer van gehoord. Als je dus die mensen niet zegent, dan gaat de vloek van God over u komen. Maar niet de vloek van onze God in de hemel, maar de vloek van de God van deze wereld. Die gaat u allemaal achtervolgen als je iets tegen Israël zegt. Mm-hmm. Dus op den ogenblik, als jij die leugen openbaar maakt, die daartoe geleid heeft dat deze staat van Israël vandaag de dag überhaupt bestaat. Mm-hmm. En je dat dus niet accepteert, ga je de wraak van de God van deze wereld kan voelen. Mm-hmm. En we weten wie dat is, niet waar? Ja. Deze wereld maakt misbruik van de Bijbelse vers, Genesis kapitel 12 vers 3, omdat op dat antichristelijke land Israël vandaag de dag en die bewoners daarvan en die bewoners verspreid over heel de wereld toe te passen. Mm-hmm. Zij nemen zelfs deze zin, die Israëlieten of die Joden in Israël, die vandaag daar leven, nemen zelfs deze zin en zeggen van, hey, wij zijn gezegend van God. Mm-hmm. Zegen ons of je wordt vervloekt door God. Zij beweren dat zij nakomelingen zijn van Abraham. Nu dat zij geen navolgingen van Abraham zijn, mm-hmm. dat gaan we op een ander tijdstip kunnen gaan bespreken. Dat wordt ook besproken in dat boek Exploding the Israel Deception.
muss ich iedereen warm an das Herz legen, um das Buch zu lesen. Oder noch besser, lest das Buch End Time Delusions von Steve Wahlberg. Und da kommt in Sektion 4, auf in Teil 4 von das Buch, kommt das klein ausgekoppelte Buch vor. Und ich lese das kurz mit Tom Fress. Dus ich gehe das kleine Buch hier, Exploding the Israel Deception, auch nicht weiter lesen. Und will davon, dass ich mit Tom The End Time Delusions komplett zusammen gehe lesen. Ja? Und wir tun das nicht mehr zusammen. Ja. Aber ich will da nur keine Reklame machen für diese Lesung. Ich will da allein mal sagen, von diese Vers ist so unglaublich belangreich, um dass wir in der ersten Platz haben. Gott, die Tege Abraham sagt, gar von alles weg, was ihr vertraut ist, gar von alles weg, was das ihr lieb habt, und gar ergens natu, war ich ü tun, dass ihr sollt gar, vertrau mir das, auf Geloof in mir, dass ich das Beste mit ihr vorhab, ja, und dann soll ich von euch eine große Nasi machen und ich soll jou segnen und jou Namen groß machen und ich soll dafür sorgen, dass diejenige, die jou segnet, die jij segnet, auch gesegnet soll sein und die jou verflucht, dass die auch verflucht soll sein. Ja. Und ihr sollt in alle Families von dieser Erde gesegnet sein. Dieser letzte Sinn, and in thee shall all families of the earth be blessed. Hier kriegen wir alle ein Verstand davon, dass Abrahams Familie ab dem Ende von dieser Erdenartse Zeit, wo wir nun in leben, das bezweifelt, denke ich, niemand, dass die über hier der Welt verteilt sein. In thee shall all families of the earth be blessed. Das, was wir sagen mit anderen Worten, overall auf dieser Erde ist ein Teil von jouw Familie zurückzufinden und die sollen gesegnet sein. So verstehe ich das zumindest. Und darum sind diese drei erste Versen von mir so enorm belangreich und so enorm voll bibelse Weisheit. Ja, das war mein Verstand darüber, aber ich soll natürlich graag willen weten, was jullie darüber zu sagen haben. Ja, ich schreibe er alleen maar mee an. Und Michael? Ja, ich sehe das als ein geistliches Ding auch. Ne? Dass jemand, who is nicht recht wahrhaftig als Abraham, dass die, ja, ich weiß es nicht in Niederlands, aber dass die dann cursed ist. Ja? Dass die halt, dass die verflucht. Verflucht? Ja, okay. Ja, verflucht. Ja, verflucht ist. Ne? Das ist auch die Rechtwaardigkeit und der Geloof an, an Gott, an den echten Gott, an die Schepping. Schreppingsgott, ist das juist? Ja, ja, de God van de Schepping. Ja, de God van de Schepping is, ja. En ik heb ook nagekeken dat Abraham, de oorspronkelijke naam, die heeft de bedoeling hoge vader. Oh. Ja. Ja, dat wist ik niet. Ja, ik ook niet. Nee. Nu weet ik dat. En ja, dat, jij kent die oude Latijnse frase nomen est omen. Zo de naam heeft een bedoeling. Ja, ja. En in de Bijbel hebben de namen een heel speciale bedoeling. Ja. De namen zijn niet gewoon namen als in onze tijd, maar die zijn een beschrijving op die karakter, op die eigenschappen, op die dat wezen. Van de mens. Ja, en ook, ik denk, zijn, ja, wie is dat in moet ik maar in Deutsch zeggen, zijn opgave. Ja, zijn opdracht. Zijn opdracht, ja. Opdracht, ja. Wat was de naam van Abraham? Wat betekent dat? Abraham, niet Abraham, ne? Abraham. Ja, ja, dat is, Abraham is contracted from age for eight, high father. Vogelvader, okay. Ja. The original name of Abraham, Abram. Ja, Abram, oh, ja. Abram, high father. Okay. Ja, ik weet dat Abba in het Hebreeuws is vader. Dat weet ik wel. Ja, in Aramees. Ik denk dat was Aramees. Oh, okay. Dat ligt dicht bij elkaar, even voor de kijkerhuizen. Aramees en Hebreeuws ligt dicht bij elkaar. Ja, zo ongeveer als Vlaams en Nederlands. Ja. Dus. Ja. Oké.
Mal da was sieht, was Michael Joyce gesagt hat, und ich komme nicht mehr ab, und ich will da einen Kommentar abgeben. Können wir noch eine Kira Halle, was ja gesagt hat, Michael, dass ich dann eine Kira bekomme? Was ich gesagt habe. Oh. Ja. Fordert mit die Obdracht. Fordert mit die Obdracht. Was davor noch? Dass jeder Name Bedouling hilft. Ja, dass jeder Name Bedouling hilft. Das kommen wir das ja auch noch eine Kehr Tege in Vorbild, gelegt, der Joyce hat Vorbild genommen, hab, dass ja Abraham seinen Namen later verändert wurde in Abraham. Mhm. Und dass das von einem von seinen Nachkommlingen das auch gebührt, nämlich von Jakob, war der Name verändert in Israel. Ja. Michael heeft gezegd, de naam vroeger en de naam Bijbels is eigenlijk ook een beschrijving van de karakter van de mens. Anders als bij ons vandaag, waar we alleen maar een naam geven om een naam te geven. Dat is over het algemeen juist. Den punt is, maar ook, en we zien dat aan gevallen gelijk Abraham en aan Israël, dat alleen God, niet alleen de naam, maar ook de karakter van een mens kan veranderen. Of hij kan dat wat in de karakter slaapt, wakker maken, en groter maken als dat wat tot nu toe de karakter is. Mm-hmm. Nu ga je zeggen van, wat babbelt die ervan? Ik babbel van dat geval van Jacob en Israël. De naam Jacob betekent crook. Ja? Mm-hmm. Dief, bedrieger, opzetter, mm-hmm, als je zo wilt. Mm-hmm. En Israël betekent prins van God. Oké. Okay. En Jacob wordt veranderd in Israël. Maar dat heeft dus altijd al in hem gesluimerd. Alleen heeft God het op een bepaald ogenblik, laten we zeggen, geactiveerd. Gelijk een stukje DNA dat geactiveerd wordt, bij wijze van spreken. Om een keer een beetje beeldelijk te spreken, dat mensen zich dat kunnen inbeelden. Want een mens wordt niet vandaag, van de een op de andere dag, krijgt hem geen andere karakter. Deze karaktertrekken zijn altijd al in hem. Maar ze zijn nog niet voortgebracht. Mm-hmm. Wij noemen dat als christenen de wedergeboorte. Ja. Als ik wedergeboren was een paar jaar geleden door Jezus Christus aangenomen te hebben, ben ik geen andere mens geworden. Ja, ik ben wel een andere mens geworden, maar in feite ook niet. Dingen die altijd in mij al verborgen waren, hebben nu ineens de overhand genomen. En dat wat vroeger de overhand genomen had, is nu in de achtergrond verdwenen. Is naar de achtergrond gedrongen geweest. Ja. En dat is zo bij iedereen die nieuw geboren wordt. Want ineens haat je die dingen die je deed en lief had tot die dag daarvoor. Mm-hmm. En hou je van die dingen die je daarvoor afschuwelijk vond. Ik moest mijn leven lang van God niet weten. Vandaar kan ik me geen minuut zonder God meer voorstellen te leven. Ik was vroeger aan het rondhoeren, aan het drugs gebruiken, wiet roken, alcohol drinken, poker spelen, de vrouwen achteraan lopen. Vandaag de dag heb ik een walging aan die dingen. Daarom is dat niet uit mijn lichaam weg, het is nog altijd daar. Maar het heeft niet meer de overhand, het leidt mijn leven niet meer. Ja. Al die andere dingen die ik vandaag de dag doe en die mijn leven leiden, waren altijd al daar. Maar God heeft die ineens omhoog gehaald en heeft daarvan de middelpunt van mijn leven gemaakt. Mm-hmm. En mijn geloof is niet uit mezelf gekomen, mijn geloof is mij ingepropt geweest van God. Ja? Imputed, zeggen ze in Engels. Ik ken dat niet in Nederlands, dat woord. Ja. But righteousness is imputed into us. Faith is imputed into us. Dat komt niet uit onszelf, dat komt van God. En dat is ook een heel belangrijke stap wat hier met Abraham gebeurt. Want God zegt tegen Abraham, ga weg uit uw land, ga weg van uw familie, ga weg van je vaders huis, ga daar naar heen waar ik u toe zal sturen. Mm-hmm. En dan maak ik van jou een grote mens en een grote naam. Ik kan er niet vaak genoeg op drukken hoe belangrijk ik dit vind, dat we dat goed verstaan. Ja, je hebt goed toegelicht. Je mag het wat mij betreft verder pakken bij vers 4. So Abraham departed, as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him. And Abraham was 75 years old, when he departed out of Haran.
Ah ja, da war es auch noch eine pünktige wilde Marke. Sorry. Mhm. Da war sich vergeten in Genesis 11, auf das Ende. Ja. Sie seien dus nach das Land Haran gegangen. Mhm. Interessant, dass das Land so nunt, als dus der tote Sohn von, wie war's wer? Tera. Tera, ne? Ja. Ja, denn Tera hat einen Sohn und die stirb vor ihm. Vor seinen Augen, ja. So haben wir gelesen hier vor seinen Augen, ja. Das ist hier in Vers 28. Mhm. And Haran died before his father Tera in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees. In Vers 32, and the days of Tera were 205 years, and Tera died in Haran. Das Land ist dann benannt nach seinem Sohn. Auch ist nicht hier eben just, iets interessants, um ja. Nota von zu nehmen, ne? Waar ja. so Dinge vandaan kommen. Ja. Dus noch eine keer, Vers 4. Ja, das ist ja auch ja. in Kanaan, so, von die Land Kanaan. Ja, maar we weten nie, of dat pas na zijn dood dan dazu genoemd werd. En hier van Haran ga ik davon uit, dat dat na zijn dood was, dat zo genoemd was. Mm-hmm. So versta ik dat tenminste. Mm-hmm. Maar je hebt gelijk, uiteraard, de meeste landen zijn dan benoemd mm-hmm. naar die families, hè? Mm-hmm. Ja, dat is wel waar, ja. Ja, in die oude tijden, in die Genesis. Ja, niet in de tijd van vandaag de dag. Nee. Behalve Saoedi-Arabië. Aha. Ja? Maar dat was een grapje. Ga maar door. Ah, ja. Okay. Ja, maar je hebt bijvoorbeeld hoofdsteden die benoemd worden naar mensen, hè? Je hebt Astana, de hoofdstad van Kazachstan, die nu benoemd is naar de heerser die daar nu leeft, hè? Dat is ja. een of andere sultan, weet ik veel wat, hè? Ja. En dus de naam is veranderd naar die, hè? Dus. Ja. En je hebt bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika, heb je Washington, hè? Ja. En de eerste president noemde ook Washington, ook een ja. toeval, hè? Niet waar? Want de originele naam van Washington was Rome. Oh, ja. Ja, zo staat het toch in de landrecorden uit de 17e eeuw, 1683, als ik niet mis ben, zoiets in ja. die richting. Stond dat land dat vandaag de dag Washington noemt, stond daar bekend als Rome. En de rivier de Potomac, zoals we die ja. vandaag kennen, die was genoemd de Tiber. Ja. Dus het was in feite een spiegelbeeld van Rome in Italië. Ja. Die twee zijn overigens ook zustersteden. Ach, natuurlijk, ja. Dat leer je allemaal als je hersens van het kwaad, Rulers of Evil, Herrscher des Bösen leest. Ja. Ja. Zo, ik ga nog een keer vers 4 lezen. So Abram departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him. And Abram was 75 years old when he departed out of Haran. And Abram took Sarai, his wife, and Lot, his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran. And they went forth to go into the land of Canaan. And into the land of Canaan they came. Das genug. Okay. Das für you. 4 and 5. En Abram toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abram was 75 jaren oud toen hij uit Haran ging. En Abram nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijn broederszoon, en al hun haven die zij verworven hadden, en de zielen die zij verkregen hadden in Haran, en zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan. En ze kwamen in het land Kanaan. Nou. Da ging Abram, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abram nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Great. Ja, ich habe hier nun nicht direkt iets Spezielles, das ich finde, wert zu bekommentarieren. Mm-hmm. Of was ich nicht gut verstanden habe. Ich habe eine Frage. And, so. Is in Vers 5, and the souls that they had gotten in
Haran. Wordt daarmee bedoeld de kinderen die ze hadden gekregen? Ik ga ervan uit dat het hier over dienaren gaat. Manservants, maidservants, omdat zij heren van hun groet zijn. Ja? Mm. Ze hebben een bepaalde rijkdom vergaard. Hè? Rijkdom in de vorm van schapen, runderen, noem maar op, hè? Wat dan ook. En dan heb je natuurlijk ook mensen nodig die je daarmee helpen om dat groot te krijgen. Dus daar, ik denk dat dat zoiets bedoelt. Ze trekken met een hele trek gaan ze in feite door. Hè? Mm-hmm. Snap je? Dus ik denk dat het dat was. Want voor de rest hebben ze blijkbaar niet veel zielen meegenomen. Want God zegt ja in het begin, get away from thy kindred. Dus van jouw mensen, dus van jouw familie, ga weg. Als ze dan dus hier zielen meenemen, dan zijn deze zielen waarschijnlijk mensen die ze meegenomen hebben, maar geen zielen die uit hun familie komen. Mm-hmm. Ja? And the souls that they had gotten in Haran. Zielen die zij gekregen hebben in Haran. Ja, welke zielen hebben ze dan gekregen? Abraham en Sarai hebben geen kinderen, want Sarai was onvruchtbaar. Yeah. Op de logik. Ja? Die hadden nog geen kinderen. En Lot en so zou ook nog geen kinderen gehad hebben, anders zou dat daar waarschijnlijk toch gestaan hebben. Ja. We weten later, als hem naar Sodom komt, dat Lot twee dochters heeft. Maar dat is pas later. Dat zal nu nog niet direct zijn, waarschijnlijk. Ja. Dus het gaat niet over familie die zij meegenomen hebben, wat zielen aangaat. Volgens mij is dat te verstaan volgens manservant, maidservant, iets in die richting. Maar Michael heeft Ishod op. Die kan eens een keer kijken wat die vertaling van dat woord soul is, alstublieft. Ja, dat heb ik al gedaan, ja. Ja, natuurlijk, dat weet ik, daarom vraag ik het, ja. Ja. Dat is die Hebräische woord nefesh. En dat komt van properly a breathing creature, that is animal or vitality. Used widely in literal, accommodated or figurative sense, bodily or mental. Any appetite, beast, body, breath, creature. So any creature. Iets wat Adem heeft, Odem heeft. Kreaturen, dus gelijk hun Kreaturen, ja. Hun beesten allemaal. Ja, dat kunnen ook dieren zijn, ja. Oké. Even kijken wat er dan... Dat is een beetje als een hier. Hier staat dus echt zielen, ja. Ja. Mm-hmm. En in. Je hebt toch Ishod ondertussen ook, hè, Perry? Had je dat niet gezegd dat je Ishod ondertussen ook hebt? Had ik dat gezegd? Goh. Ja, ik vraag het. Had je dat niet gezegd? Mis ik mij? Nee, heb ik helemaal niet gezegd. Nee. Ah, oké, dan mis ik mij. Ik vind het toch zo raar dat ik daarvoor moet betalen. Ja, nee, je hebt toch een online versie daarvan die je kunt raadplegen. Oh, ik dacht. Daar hadden we toch een keer over en die is toch gratis? De online e-sort. Ik schrijf het even op en dan komen we daar wel op terug. Ja, ik heb al geprobeerd tenminste te downloaden. En dat kan je dan downloaden van internet. Ja. Maar dat moet je een creditcard hebben of zo. Of Apple Pay. Of. Ja, dat heeft dan met jouw computer te doen. Want op onze Microsoft computers kunnen we dan gewoon gratis downloaden. Ja, oké. Okay. Punt was... Je had ook een online versie. Dus. Ja, de punt was, als je dat... kunt ervoor zorgen dat dat op je PC staat voor de volgende keer, dan kunnen we altijd de ESOT ook een keer open doen. Als Michael dan zo dingen uitzoekt, is het interessant dat jij dat dan ook op een scherm kunt gaan tonen. Hè? Daarom zeg ik dat maar. Het is ja niet ganz oninteressant om dat aan die mensen te kunnen laten zien. Hè? Ja. ESOT is een zeer interessant programma. Nou, mijn punt is dat, maar daar hebben we het nou niet over. Daar hebben we het nu niet over. Maar als het een keer online komt, e-sort, dan is het natuurlijk wel ideaal. Dan doe ik even de website erbij van de online e-sort en dan kan ik het zo laten zien. Natuurlijk. Tuurlijk, niemand wil jou verplichten om geld ervoor uit te geven. Verstaan mij alsjeblieft. Dat is helemaal zo gedoe, man. Dan moet ik de bank gaan bellen. En nee, dat hoeft allemaal niet. Je kunt het gratis krijgen, volgens mij is er een online versie. En zullen we dat tegen volgende keer een keer gaan zien of dat het lukt of niet. Ja, oké. Okay. Het is alleen maar interessant dat wir dann die mensen ook op het scherm kunnen gaan laten zien. Ja. Als Michael zegt van, kijk, de wortel van dat woord is daar en daar. En je ziet dat originele Hebreeuwse of Griekse woord. Je weet wat mensen zien, dat geloven ze eerder als dingen die ze alleen maar horen. Zonder meer goed. Voilà. Ja, dan zal ik nog eens eventjes verder lezen in vers 6. Mm-hmm. And Abraham passed through the land unto the place of Sichem, unto the plain of Moreh. And the Canaanite was then in the land.
Ich soll hier bei Vers 6 auch laden, weil wir sind noch dicht bei der Uhr, dass Juli 2 das auch noch können lesen, und da habe ich noch ein hier kleine Abmerken, ob, und dann können wir abschließen, tot der folgende Kehr, man nu erst eine Kehr der Nederlandse Versie von Vers 6. Ja. En Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More. En de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. En dan mag jij komen. Of had ik je ook die erachteraan gedaan? Ja. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Nö, was finde ich interessant, um hierbei eben just zu bemerken, das eine hilft jetzt zu tun, vorledig mit Flams, mit Belgien, da habe ich Juli kein Kars von geäten, da kennt er nichts von. Mal ein kleine 20 Kilometer von hier ist ein Dorf, das nennt Sichem. Oh. Scherpenhövel Sichem. Ja. Das Wort dann wel mit Z geschrieben, aber das ist altijd so in Flams, was ihr hier in S schreibt, das Wort hier mit Z geschrieben, ja. Das, man hat Wort auf dieselbe Manier ausgesprochen, Sichem. Das finde ich das alles nicht sehr interessant, aber ich habe hier auch 20 Kilometer in eine andere Richtung im Dorf, das nun Baal. B-A-A-L. Ja. Ich lebe hier dus in Jesuitenland, vergeht das nicht, hein, Malle? Ja, ja. Ja, Baal und Sichem. Aber nee, ein anderer Punkt finde ich auch noch sehr interessant, das ist der letzte Sinn von Vers 6. And the Canaanite was then in the land. Mhm. Nö, was ist hieran interessant, um eventjes eine keer over na te denken? Gott zegt tegen Abraham: Verlaat uw land, waar je opgegroeid seid, verlaat uw familie, laat alles achter en ga waar ik u toon dat je moet gaan. Mhm. En ze gaan je naar Kanaan en de Kanaan niet was in het land. Een paar jaren later gaat Gott de Israëlieten uit Egypte leiden. En nadat ze 40 jaar in de woestijn rondgedold zijn, gaan ze over de Jordaan in een land in te nemen dat God hun beloofd heeft. En daar zitten ook al volkeren daarin. Mm-hmm. Heidense volkeren. We hebben dus weer hier in het klein, wat we later een keer in het groot met Israël meemaken, ook al een voorbeeld daarvan. Mm-hmm. Er is niks nieuws onder de zon. Dat vind ik nog een keer persoonlijk eventjes om op te merken hierbij. Ja. En voor de rest zal ik het graag aan jullie twee laten om afsluitende bemerkingen te maken. Ik vond het in elk geval terug een zeer interessante en studie die ik ook weer terug iets geleerd heb. En waar ik heel duidelijk gemerkt heb dat de geest mij dingen in verstand ingegeven heeft die ik daarvoor nog niet begrepen heb. Ja. Dat is ook die Idee von so einer Bibelstudie. Und darum tue ich die so sehr graag mit Juli 2 und sicher in den drei Talen. Ist altijd eine keer interessant. Und wir haben auch vandaag festgestellt, dass, als wir den Koning James als Basis nehmen, dass sowohl an der Staatenvertaling als an der deutschen Schlachter hier nichts ob anzumerken ist in Form von Vertaling. Dus, das was in der Absicht auch ist nicht leuk, dass wir das alle drei in Agreement, bei Weise von Spreken. Ja, precies. Ja, dus voor mij persoonlijk is dat nu gedaan, maar als jullie nog een vraag hebben aan mij, dan mocht dat natuurlijk wel zeggen, maar ik zal het anders afgeven aan jullie twee om dit video tot het einde te leiden. Ja. Nou, Michael, wil jij nog wat afscheid zeggen? Ja, ik heb een beetje nagedacht over die discussie voor de moeder en de vader, voor de kinderen. Ja. En ik denk, en zo zie je dat die aufgabe, de opdracht... Die Obdracht von der Mutter ist für die materielle Dinge, so wie die sorgt für die ersten Jahre, um das Kind zu trinken und zu essen zu geben und so etwas. Und ich denke, dass die Rolle von der Vater ist belangreicher, als das Kind ein bisschen älter ist, ja, für die spirituelle, für die geistliche Dinge. Mhm. Ich denke, dass das auch der sehr große Verschil ist, ob die zwischen der Obdracht von Mutter und Vater. Ja. Der Mann ist das Hoofd von het Gesinn, das weten wir doch al lang. Und es geht hier über das Hoofd von het Gesinn in geestelijk Belang. Ja, das ist das, warum ich das nu auch eens belangrijk fand, das so uitleggen, dass es hier ein Verschil ist, als ein Kind hier ein Jahr alt ist, auf 10 Jahre alt ist. Ja, dus.
Dann habe ich auch dann als Vater eine hier besondere Obdracht. Obdracht war. Ja, und was auch noch hier belangreich ist, hat Gestelike ist belangreicher als das Fleseliker. Ja. Wir müssen lernen, in Geest zu leben und nicht in das Fles zu leben. Und wie wir das mit unserem Geest anhängen, ist belangreicher als wie wir das Fles anhängen. Das heißt, wenn ihr mit dem Fles an die Mutter hängt, aber mit dem Geest an den Vater, dann ist die Rolle von dem Vater sicher nicht unbelangreich. Ja. Nein, nee, aber das ist minder belangreich als das Kind so. Ja, in den ersten Jahren. Ja, okay. In den ersten Jahren, ja. Ja, ja, das war das von mir für diese Sessi. Bedankt, Perry. Und bedankt, Jörg. Und bedankt, liebe Leusterers. Ja. Und ich ga het over naar Perry. Oké. Okay. Nou, en ik heb ook alleen maar een dankjewel te zeggen. Als eerste tegen Jurk, want die was het eerste aan het woord. En als tweede tegen Michael. En ik vond dit ook een leerzame. Die anderen ook. En dit vond ik ook een leerzame. Ik heb er ook weer wat bij geleerd. Abraham was de oom van Lot. Maar dat komt allemaal nog. En dat gaan jullie allemaal horen bij de volgende Bijbellezingen. Tot de volgende keer. Tjus. Before all things, and by him all things consist. And he is the head of the body, the church. Church is his body, and he is the head.